van de nummer 13 van de Eredivisie naar de nummer 2 van de wereld. NAC Breda-doelman Jelle Terouwelaar hoort nu echt bij de beste spelers van Nederland. Vanochtend vroeg aangekomen. Op een hele normale manier ontvangen door de jongens en door de staf. En vandaag, net mijn eerste training afgewerkt, dat volgens mij prima ging. Dus mijn eerste indruk is heel erg goed. Vrijdag kreeg hij te horen dat hij door bondscoach Bert van Marwijk was geselecteerd. Een dag later waren vele ogen op hem gericht tijdens de verloren wedstrijd van NAC. Hij had niet het gevoel dat hij zich die avond extra moest bewijzen. En je weet donders goed, als je natuurlijk niet goed speelt, dat je daar op wordt afgerekend. En gelukkig heb ik een goede prestatie kunnen neerzetten. En dat gaf mij gewoon een heel goed gevoel om hier naartoe te komen. Terug naar Oranje. Terouwelaar komt daar als oud jeugdinternational en voormalig PSV'er veel oude bekenden tegen. Heitinga, Matthijssen, Huntelaar, Van Bommel, even kijken, voordat ik er niet een paar vergeet. Vorm, Bosker, Faber de trainer, dus het maakt het allemaal wel wat makkelijker. Dus het is eigenlijk al een beetje vertrouwd lijkt het al. Nou, dat niet, maar het voetbal blijft hetzelfde en de geintjes blijven ook hetzelfde. De voetbalwereld is altijd maar klein, zeggen ze. En het klopt ook enigszins wel een beetje. Michel Vorm is de eerste keeper en Sander Bosker tweede keus. Maar Terouwelaar is als derde doelman niet bezig met de pickorde. Ik wil gewoon een goede indruk achterlaten hier. En als ik dat kan doen door middel van goed trainen, dan ben ik al lang tevreden.